Dit is nieuwsuitzending nummer 186. En dit is eigenlijk 185, denk ik. Maar ik word ook niet betaald door de VARA om al deze uitzendingen op te nemen. Het is een hele leuke uitzending met professor Dr. Marco Robinson. Waarin ik de advocaat van de duivel speel. En dat mag eigenlijk helemaal niet. Dat zie je ook gewoon. Die mokrootjes. Je hebt van die kleine mokrootjes. Ze lijken wel lang, maar je hoeft alleen maar ba of boe te roepen. En ze vallen op de grond en dan heb je er gewoon een barstoel bovenop. En dan ben je er vanaf. Met professor Dr. Marco Robinson heb ik. Hij is overtuigd atheïst. Ik niet. Ik vind het een idioot begrip, atheïsme. Ik weet ook niet wat deïsme is. Ik vind gewoon wel dat er gewoon bepaalde dingen niet kunnen. En het leuke was dat hij en ik hadden een aanvaring. Niet samen, maar hij en ik, we waren aan het Mario karten. Heel lang verhaal en dat hoor je zo dadelijk allemaal. Het kwam er allemaal op neer dat ik was bereid om echt te gaan rampen de dampen de damp. En desnoods maar €50 betalen voor de glasschade. En dat er bloed gaat vloeien. Want op een dag, dan drink je geen grols meer. Maar dan drink je bier. Of was het ook weer andersom? Nou, zo speel ik dus de advocaat van de duivel. En Marco, die is het dus hier, hè? En dat is het leuke, want met hem ben ik altijd aan het zeuren over het geloof. Hè? Maar wat hij dus aanhangt, is dus, dan heb ik hem echt te pakken. Dat is Proverbs, dat betekent spreuken op zijn Nederlands. En hoofdstuk 15, en dat heb ik al in de vorige uitzending vertaald. Maar een zacht antwoord draait weg de toorn. Een zacht antwoord vermindert toorn. Maar beledigende woorden voeden de woede. Ja, precies. En zo zit hij dus. Dat is heel erg leuk om dit te horen. Hij als atheïst zit mij dus bijbelles te geven. En zijn audio is echt heel goed gelukt deze keer. En dan hebben we het ook hier over. Dat gaat dus zo. Ik was gewoon. Ja, onze gamecontrollers waren afgenomen. Ik vond ons echt een stelletje poesies hoor. Wat is het nou? Een 23-jarige mokrootjes. Die komen even binnenzetten. Duwen iedereen opzij. En wij gaan Mario karten. Wat zijn er van eikels? Pak ze beet. Gewoon bij de kragen. Bij de kraag pak je ze beet. En je sleurt ze naar buiten. En je gooit ze op de stenen. En je gooit er een emmer water overheen. En je zegt nooit meer terugkomen. Nou, maar dat mocht allemaal niet. Ja. Zal ik wel verstandig zijn geweest? En daar gaat dus deze uitzending over. Want hier ben ik het natuurlijk wel mee eens. Wat hier staat is, lieve lievelingen, wreek jezelf niet. Maar geef ruimte aan de toorn. Want het is geschreven. Wraak is mij. Ik zal vergoeden, zei de Heer. Het laatste had hij geroepen, zei de Heer, is al duidelijk natuurlijk. En voor it is written kan ook weg. Aan de andere kant, je moet het misschien laten staan. Kijk, dit is de King James van 1611. Dit is een geschrift van meer dan 400 jaar oud. Je kan je ook hechten aan de laatste Ex Libris prijswinnaar. Met het huis waar de moskee woont. Een ontdekking van een Marokkaanse jongen. Die het toch met jongens wilde doen.
of zoiets. Maar dat het dit niet, hè? Dus heel veel plezier met het luisteren naar het volgende stukje. Het wordt echt ongelooflijk lachen. En je moet je vooral niet vergissen in het feit, en natuurlijk wilde ik die betreffende leden van die betreffende familie niet echt doden. Behalve dat ik ze zou willen onthoofden. In die zin dat zij hier niet de baas zijn. En Geert Wilders is ons probleem. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want het verhaal over dit gezeik, dat is nog lang niet klaar. Maar luister maar even naar wat professor Dr. Marco Robinson en ik hierover, over het voorval. Wat professor Dr. Marco Robinson zat naast mij. Luister er goed naar. Nou, het einde is ook heel mooi. Veel plezier. Dit is nieuwsuitzending nummer 186. En we gaan het hebben met professor Dr. Marco Robinson over het fenomeen Mario Karten. En dat het ook in Arnhem steeds moeilijker wordt. En ik was met die mens van professor Dr. Marco Robinson. Dan denken jullie van, ja, dat is een of ander idool. Nee, dat is een echt mens. En ik was met hem in de Brigand. Dat kan je zo vinden op internet, YouTube. En dan zaten wij te Mario Karten. En nog ik, nog hij, konden het echt goed. Zo was het wel. Wij waren niet zo heel... Luigi... We konden het echt helemaal niet. Zeg je? We konden het echt helemaal niet. Ik heb Luigi ook helemaal niet gepakt. Nee. Dan staat Mario. Precies. Nee, maar ik begreep het sowieso niet... Want weet je wat het gekke is? Dan rij je vooruit met die wagen. Ja. En dan zit die Mario je de hele tijd aan te kijken. Ja. Ik bedoel, je moet zijn ogen op de weg hebben. Ja. Nee, maar die kijkt naar jou. Ja. Die achter die controller zit, weet je wel. Dus ik snap daar helemaal niks van. Ja. Anyway, wat ik dus echt... iedereen zit te zeuren over Marokkaantjes, zeggen ze dan ook, hè? Mario Kaantjes. En dan kwamen er van die Mario Kaantjes die kwamen binnen. En dat moet je die mensen gewoon nageven. Dat ze gelijk zagen dat wij, als tegen de 60 zijnde, niet van onze 7e jaar met Mario Kaantjes hebben gespeeld. En die hadden gelijk zoiets van, opzij ouwe. Ja, nee, ze begonnen te fokken. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen van, oké, je krijgt me niet van de plek, oprotten nou. Of je zegt van, ja jongens, als jullie zo graag willen spelen, hier alsjeblieft, ga maar, weet je wel. Dan heb je 5 minuten plezier en wat heb je daaraan? Geen flauw idee. Nou, waar je niks aan hebt, is, kijk, ze provoceren je. Hoe dan ook. Ja? Ja. En niet alleen toen, hè? Lopende band, hè? Nee, maar kijk, het feit is van, het is niet zo van, het feit is niet kwalijk dat zij jou provoceren, want dat hoort er gewoon bij. Het feit is van, hoe reageer jij op die provocatie? Oké. Nou, de volgende keer. Dan, en ik snap dat jij boos bent. Ik ben ook boos. Natuurlijk, man. Wat denk je wel niet? Maar, het punt is. Ja. Als we daar nou stennis over hadden gemaakt. In de Brigand. Ja. Kun jij je voorstellen wat er was gebeurd? Ja. Had je daar zin in? Ja. Dus jij had eigenlijk gewoon de Brigand uitgezet willen worden omdat je stemmen zou maken. Hoezo moet ik fucking de Brigand uitgezet worden als mijn gamecontroller wordt afgepikt en ik wil hem terug? En dan word ik omdat de Brigand uitgezet? Nee, die jongetjes gaan gewoon dood en die hele familie wordt een schande gemaakt. Ooit gehoord van het stro dood? Op de foute manier.
Wel eens gehoord van eerwraak, want zo begin jij een beetje te klinken, alsof jij een bepaalde eerwraak wil uitoefenen op die jongetjes. Ik denk alleen maar dat die jongetjes moeten leren dat ze hier, dat ze in Nederland, maar ook niet in Marokko, zomaar een gamecontrole mogen afpakken van een oude lul, van twee oude lullen, met allebei een bril, van tegen de 60, en hun zijn 24, en ze hebben kickboxles gehad, en ze hebben zoiets van, wij zijn de rulers of the universe. Dat moeten ze heel snel afleren. En anders krijgen ze gewoon een barkruk door hun mond. Kijken of alle vier de poten erin kunnen. Wat denken ze wel niet? Nee, wat denken ze wel niet? Marco, please. Dit is toch geen samenleving, man? En vervolgens, als jij die acties onderneemt, hè, ben jij de agressor? Ja. Want jij staat met die kruk in je handen. Ja. Ja? En dan word jij eruit gezet. En dan heb je dus helemaal geen zak aan. En dat is misschien iets wat jij moet leren. Heel erg leuk. Ik heb een naamgenoot. En die heet dus ook Perry. En die vertelde ik het voorval. En ik heb hem ook verteld dat jij toen hebt gezegd... een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht. Dat is een boeddhistische uitspraak. Ja? Dat is een hele boeddhistische uitspraak, ja. Absoluut, absoluut. En mijn naamgenoot, die zat te knikken. Die was onderwijl aan het tekenen in zijn tekenboek. En dat zei doet ik tegen, ja, dat doet hij graag, hè? Gewoon aan plein publiek. Je zit ook een beetje rustig te tekenen met een halve lichtbol. Hey, gozerd! Ja. Sorry, dat had je nog niet gemerkt, maar ik heb Alex Jansen bij me. Oké. Maar wat... Nou, gozerd! Ja. Weet je wat ik moet zeggen? Nou. Je hebt hem helemaal weg laten zetten. Ja! Je bent gewoon een lafaard. Ja! Maar dan moet je die jongens er niet schuld van geven, dat ben jij gewoon. Ik heb een bril. En ik wilde niet met mijn tegen de 60 in mijn eentje tegen twee van die mokrootjes die op kickbokles hebben gezeten. Ja, dat durf ik niet. Dus ik ben een lafaard, ja. En de volgende keer doe ik in mijn eentje met mijn 60 jaar en mijn looie pijp en dan maak ik er drie dood. Nee, maar nee, dat is nu juist het punt. Jij bent zo boos. En... je durft niet tegen ze in te gaan. Ik ben ten eerste niet boos. Ja, jij vond het wel tweede... prima. Ja, jij vond het wel goed. En ten tweede... Oh. Hè, ik ga die mankroos daarna ook gewoon lopen eikelen. Want ik ben niet bang voor ze. Mooi zo. Even en, terug. En nee, maar het punt waar je eigenlijk boos om bent, volgens mij... Ja, gaan we door. Is het feit dat jij je laat intimideren door zoiets... Nee. En eigenlijk ben je boos. Ik ben boos dat ik word in de boksvereniging voor mijn bek geslagen, maar ik mag niet terugslaan. Wat is dat voor een boksvereniging? We komen binnen, handen op je rug en wachten tot de eerste beste mokro binnenkomt en die slaat je voor je bek. En je mag niks terug doen. Daar word ik boos van. Nou, je mag wel wat terug doen, maar dat heeft wel zijn consequenties. En terecht. Ja, want je mag die arme mokrootjes, die hunkeren naar hun gamecontrolletjes, die ze van hun ouders niet krijgen. En die komen dan helemaal verarmd naar de brigand. En die denken, oh, daar is de Xbox 300. Alleen nog maar twee oudjes. We duwen ze even opzij. En dan zijn de gamecontrollers van ons. Wat is dat voor een mentaliteit, man? Ga bieten scheppen in de Flevopolder. Ga haringen vangen met gevaar voor eigen leven. Hey, wat denken die lui wel niet? Wat denken ze dat ze hier een beetje de homo uit kunnen hangen? Ja, nee. En als jij er tekenin gaat, ben jij de lul. Want dat is nog eens een keertje het feit. Dat is namelijk het feit. Als je er tekenin gaat, ben jij de lul. Want jij bent degene die agressief is. Dus dan ben jij de lul. En dat is heel logisch. Ja. En weet je, als ik een kroeg zou hebben, zou ik ook die policy hebben. Diegene die vecht, die begint met vechten. Ja. Ja, en wat is het begin van een gevecht? Weet je, ik bedoel, begin van een gevecht. Jij zegt van, zij zijn begonnen. Want zij pakten onze controllers af. Ja. En zij zeggen van, nou, hij is begonnen, want hij begon ineens te mappen. En jij krijgt ongelijk. Omdat jij degene bent die gewelddadig is geworden. Maar als je ze gewoon... Dan geef je toch even die terug, game. Even terug naar dan gesprek. Geef je toch ik die game kwam, controle. Ik en dan dus, zeg je toch van, nou, fuck it, weet je wel. Ik ga me daar mijn avond niet door laten bederven.
En dat heb jij, en dat doe jij wel, want je laat jouw avond bederven. Helemaal niet. Ik was gewoon chagrijnig dat we er niks aan gedaan hebben. Nee, nou, dan is jouw avond bedorven. Jij laat je avond daardoor bederven. Ik zei tegen mijn naamgenoot, want wat er gebeurd was, ik vertelde aan mijn naamgenoot wat er gebeurd was. Hij zat rustig te tekenen in zijn mooie boek. Ja. En hij zei, nou, het was hartstikke goed dat je tegengehouden werd door jouw vrienden. Dat je niet mocht terugmappen. Dus niet je gamecontrole terugpakken, gewoon de boel laten afpakken. Laat ze maar komen, hè? Ja. En dan zei ik, oké, en nu gaan ze, stel dat hij heeft geen vriendin, ik ook niet. Ze vallen je vriendin lastig. Heeft hij zoiets van, ja, moet je ook gewoon laten gebeuren. Hè? Gewoon, laat het maar komen. Zeg ik tegen hem, oké, en dan pakken ze je tekenboek af. En die gooien ze ergens in de modder. En toen zei mijn naamgenoot, dan maak ik ze dood. Dat rijmt, hè? Toen zei mijn naamgenoot, dan maak ik ze dood. Nee, maar Perry, in elke geval is het zo dat je je, als je even kan, je niet in zo'n situatie moet begeven. Ja, maar ik kon er niks aan doen, want Taro had me net uitgelegd. Taro, de pleegzoon van Wim Kruidentuin. Ja. Ja, en hij had me net uitgelegd hoe die knopjes werkten. En ja, ik wilde ook een keertje Mario Kart hebben. Ik heb er jarenlang naar gekeken, terwijl mijn dochter aan het Mario Karten was. En die was echt heel goed in het pakken van Luigi. Maar misschien heeft zelfs Taro wel die moko's gezegd van, nee, ga eens naar binnen en ga die oudjes even fucken. Want die begrijpen er helemaal niks van. Ja, zo kan je het. Ja, dat weet je dus niet. Ik bedoel, kijk, ik snap dat je boos bent. Maar ik weet niet precies, nou, boos. Ik weet niet precies waar je boos op bent. Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, dat iemand. Dat ik op dat moment wilde Mario Karten. En een Taro had dus mij uitgelegd hoe die knopjes werkten. En ik ging met jou Mario Karten. En dat dan twee jongetjes die gamecontrollers afpakken, dat maakt me niet zo get voor veel uit. Waar ik mij zorgen over maak, is dat hun familie dat soort dingen normaal vinden. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik zeg wel eens van wat ze dan hier in Nederland tegenwoordig noemen radicalisering. Begint op straat. Ja. Die mokrootjes op straat, die mensen intimideren, ja, dat is de leerschool van ISIS. Ja. En ik ben gewoon benieuwd. Benieuwd. En ik ben met je eens, hè, dat je dat niet over je kam hoeft te laten gaan. Kam, met een M van Maria. Ja, precies. Dat hoef je niet over je kam te laten gaan. Maar het punt is, als, dit is weer een manier van hoe je op intimidatie reageert. Ja, als je intimidatie negeert, ja, dan ben je niet te intimideren. Dan heeft dat dus geen effect. En dan krijgen ze ook die kick niet van, haha, als ik mensen ga intimideren, dan zijn ze dan bang voor. Nog steeds blijft het zo dat die klootzakken, die gaan wijven neuken en die voeden hun kinderen net zo slecht op. Ik zeg hem even op zijn Geert Wilders, hè. Ja, maar dat is precies hetzelfde en dat is niet de goede reactie. Laten we dan, oké, weet je wat? We laten ze in leven, maar we castreren ze. Joh, dat gaan we doen! Hey, Alex. Blijf jij nou maar gewoon in je zigeunerkampje zitten. Ja, hoezo een zigeunerkamp? Ja, Bohemian Grove. Ja, heb je het weer over mijn achterneef in Amerika? Ja. Wat verdomme. Die kutgasten pesten ook alles van mij. Ik verzond Alex Jansen niet heel goed. Wat zei je als laatste? Nou, die achterneef van hem, die verpest alles van mij. Oh, Alex Jones? Ja, die. Ja, die heeft het ook helemaal nergens over. Ja, precies. Maar ondertussen, hè, dan kom ik in een café en zeg, hallo, mijn naam is Alex Jansen.
Nou, dan zie ik ze al kniffelen, weet je wel. Alle Jansen, ja, ja. De achterneef van. Ja. Ja, nou, dat is toch niet leuk als je koe binnenkomt en ze zeggen dat. Ja. Maar, ja. Nou ben ik er even weer. Ja. Ik heb nog een gast hier. Oeh. En die stelde mij net een vraag. En die wil ik eigenlijk dat hij dus ook aan jou stelt. Dus ik geef hem even de microfoon. Ja. Ja, hallo. Dit is. Hallo, ja. Hallo. Ik heb een vraag. Wat is een mokro? Want dat hebben wij in Luxemburg niet. Dat is een scheldwoord. Of een benaming voor een Marokkaan. Die schijnen tegen. Dat is niet mijn idee. Maar het schijnt dus echt zo te zijn dat Marokkanen hier in Nederland. Die pakken bijvoorbeeld gamecontrollers af en schelden oude mensen uit. Marokkanen zijn lafaards eigenlijk. Ja, eigenlijk een mokro is een pseudoniem of een scheldwoord of een benaming voor lafaard. De Marokkaantjes komen ook altijd met z'n drieën. Die durven nooit in een eentje. Ze durven ook geen alcohol te drinken en ze zijn bang voor hun vader. En hun zus die schoppen ze in elkaar als hij maar iets fout doet. Kennen ze nog wat? Ja, ik zeg het maar even op z'n slechts, hè. Dat is de mokro. Ik ken natuurlijk mensen die geboren zijn in Marokko. Dat hebben wij in Luxemburg niet. Wij hier wel. Ik ken een... Nee, in Luxemburg zijn alle mensen aardig voor elkaar. Ik ken een Marokkaan en die houdt van Arabische poëzie. Dat leest hij op zijn vrijdagavond. Als hij de hele week gewerkt heeft, dan gaat hij Marokkaanse poëzie lezen. Maar die Marokkaan bedoel ik niet. Die doet geen vlieg. Maar zelfs de grote dichter Goethe, de Duitse dichter Goethe, die hield van Perzische poëzie. Persisch, ja, ja. Maar poëzie is toch heel wat anders dan geweren en kanonnen en raketwerpers. Ja, precies, en dat ben ik niet van die mensen te maken. Dat zijn dan dingen waar ik wel wat over weet, maar die hebben wij in Luxemburg niet, hè? Een mokro is iemand en die manifesteert zichzelf door gamecontrollers af te kunnen pakken van 60-jarige Nederlanders, zoals jij en ik. En die schopt zijn zusje gewoon op straat op de stoeptegels voor de kont. Dat is een mokro. Ja, en waar die vandaan komen, ja, die kunnen ook uit Afghanistan komen, hoor. Ik bedoel, ga mij niet wijsmaken dat ze alleen maar uit Marokko komen. Of alleen maar uit Jemen komen. Ben jij geen... Ja, vandaar dat je gewoon moet zeggen, kankerturk, ga terug naar Marokko. Ja. Want is dat toch allemaal hetzelfde. Zomaar idioterie. Dat is dat ik eigenlijk, en dat vind ik zorgelijk natuurlijk, dat het gewoon op straat komt. En wat ik leuk vind, is dat het moment komt echt dat de volgende keer dat onze gamecontrollers worden afgepakt, meneer Robinson. En nu zeg ik het beleefd, hè. Maar dan gaan we echt naar binnen, hoor. En het is gewoon, jongens, als je je niet weet te gedragen, terug naar Berberia. En dan gaan ze tegen mij zeggen, waar ligt Berberia? En dan zeggen ze, ja, pak je maps.google.lul.com.nl. En dan pak je toch verkeerd aan. Je kunt hooguit zeggen, je kunt naar de bar lopen en zeggen van, dit is situatie, dit is gebeurd. Gaan jullie er iets aan doen? Want ik ben op dat moment, net als die mokrootjes, ja, te gast bij iemand anders. En ik... Als ik zelf rechter ga spelen in die tent, en dat zeg ik je al, ja. Dan word ik het slachtoffer daarvan. Dus het enige wat je zou kunnen doen, ja, in zo'n situatie, is dat je naar de bar loopt en je zegt gewoon van, er komen een paar jochies aan en die pakken onze controles af. Resultaat is waarschijnlijk wel dat je recht in je bek wordt uitgelachen. Maar dat is het enige wat je kunt doen. Want elke andere actie die je onderneemt, okay, daar word jij het slachtoffer van. Ik ben het niet met je eens. Aha, kan ik me voorstellen, maar ik bedoel, jij wordt ook vaker een tent uitgezet dan ik. Dus, Hallo, de laatste keer dat ik de tent werd uitgezet,
Dat was in Café de Wacht. En dat was om, dat was al 2:15. Dat was al lang sluitingstijd. En toen zei had ik, weet ik veel, had ik, gebruikte ik het woord wijf. Dat is gewoon normaal, ja. Wijf, weet je wel, wijf. Nee, maar kijk, je kunt wijf zeggen. Lijkt op zijn Engels wife, weet je wel. Ja, nee, maar dat was op zich prima. Nee, dat jij dat woord gebruikt. Maar kijk, je kunt wel zeggen. Er was een dame Nee, maar sorry, je kunt me wel vastpinnen op één woord. Oh. Maar daar gaat het niet om. Maar dat was de laatste keer. Het gaat om de context waarin je het zegt. Als jij zegt, ja, ik werd eruit gegooid omdat ik wijf zei. Ja, maar tegen wie en waarom? Ik zei het tegen niemand in het bijzonder. Maar dat was alweer 5 jaar geleden, dus wat maak je ons druk over? Nou, ik vind het woord wijf ook niet echt. Hoewel ik wel vriendinnetjes heb gehad van. Dan zei ik van: hé, hey, wijfie, ja. Fijn dat je er bent. Ja, je noemt me wijf. Oh god, denk ik dan van. Wat zit je nou te zagen om wat eigenlijk? Ja. Hey, want eigenlijk geef ik je een compliment. Geef ik je eens een keer een compliment en heb je de hele tijd om zitten zeiken. Dat je een compliment wil, geef ik je een compliment, ga je daarover zitten zeiken. Ja, precies. Dus ja, nee, dat zijn dingen als je elkaar op woorden gaat aanvallen, hè, woordgebruik gaat aanvallen. Ja, nou ja, goed, je moet wel uitkijken met dingen die je zegt. Hè. Ik bedoel, want ja, ik ga alle perries ook niet over één kam scheren. Hè? Om maar wat te zeggen. Nou, dat lijkt me nogal wieders, ja. En ik ken mensen die Marco heten, die hebben dingen geflikt waarvan ik denk van, dat sta ik niet achter. Ik ben niet blij dat jij dezelfde naam hebt als ik. Aan de andere kant ken ik ook mensen die Marco heten. En die zijn gewoon heel erg oké. Okay. Mm-hmm. En dan denk ik van, nou, dat is goed dat jij dezelfde naam hebt als ik. Dat denk ik ook over, ja. En dat geldt dus ook voor etnische afkomst. Hoewel het wel, ja, etnisch, religieus of... wat dan ook, maar die zogenaamde Mokro's, of kutmarokkaantjes, hoe je ze ook wil noemen. Ja. Mokro is eigenlijk hun eigen eretitel, dus laten we ze dan maar Mokro's noemen. Ja, want dan, als ze de kutmarokkanen noemen, dan zouden we misschien nog wel eens in de problemen kunnen komen. Ja, want dat is dus het vervelende van woorden, is dat als je iemand met een bepaalde naam gaat benoemen, een etiket plakt, om het zo maar te zeggen, dan wordt diegene dat etiket. Ja. Daarmee zeggende ook, hè, dat daarmee die hele gemeenschap dat etiket krijgt. En terecht? Ook, nee, ja, terecht of niet terecht. Wel, dat had mijn zoon, als ik erachter was gekomen, dat mijn zoon in de Brigant was geweest. En die had dus de gamecontroller afgepakt van een Mario Kart apparaat van 60-jarige mannen. En daar was hij trots op. Omdat ik zijn kickbokles had betaald. Wat denk je? Dat ik blij was met zo'n zoon. En die ouders zijn, die vinden dat prima. Die vinden, nou ja, soms ga je naar de kaashandel en dan koop je toch kaas. En soms pak je een gamecontroller af van een ander en dat maakt ons ook niet uit. Ja, die hele familie kan van mij echt naar de rottenklap, hoor. Dat is toch gewoon geen handelen, man. Daar heb je gewoon je eigen kinderen niet onder controle. Nee, maar dan heb jij... Als je dat niet kan, als je niet eens je eigen kinderen onder controle mag, kan hebben, oké, dat is best, maar een castratie. Oké, dan ga ik ook zeggen dat als mensen die hun emoties niet onder controle hebben, moeten die ook gecastreerd worden. En dan ben jij de eerste kandidaat, Perry. Oh ja, joh. Ja. Want jij bent boos, jij bent boos, jij bent boos. Gelukkig doe je dat allemaal nog uiten in woorden. Ja. Maar het feit dat jij boos bent, ja, geeft ze nog eens een keer een extra overwinning ook. Want als jij dat gewoon weggeeft en exact, zegt van, nou jongens, alsjeblieft, ga maar aan de gang, ga jullie maar lekker spelen. Ja. Ja? En jij bent niet boos, dan hebben ze jou in ieder geval niet boos kunnen maken. Want als jij boos wordt, ja,
Dan hebben zij nog zoiets van, kijk hem eens even fucken. Hè? Die hebben we goed gefukt, want hij is nog boos ook. Ja, totdat ik mijn bril afgeef achter de bar en dan toestemming vraag. En dan is het afgelopen. Wat is dat nou? Die jongens moeten toch ook wat? Wat denken ze nou? Dat het doel in het leven is om in de brigand de gamecontroller af te pikken van 60-jarige mannen? Wel, de lat ligt hoger, professor Dr. Marco Robbersom. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar als jij zo reageert op het feit, zo'n lullig iets eigenlijk, want dat is maar heel klein, ja, dan hebben zij eigenlijk nog meer gewonnen. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, tenzij. Je moet het uit de weg gaan. Weet je, ik bedoel, als zij jullie zo graag willen spelen, hier alsjeblieft. Doe maar. Totdat ze op een gegeven moment ergens tegenaan lopen. Wat je nou zegt, dat staat in de Bijbel, dat weet ik ook wel. Moet je de Bijbel weer bijhalen? Nee, maar wat je nou zegt staat in de Bijbel, dat is Romeinen 12 vers 19. Zo? Ja, het is gewoon zo. Toch blijft het feit dat deze mensen moeten begrijpen dat ze niet de staat verantwoordelijk kunnen laten zijn voor het opvoeden van hun kinderen. Dat zullen ze zelf moeten doen. En als ze dat niet doen, ja, wat doe je dan hier? Wat doe je dan? Als je niet eens voor je eigen kind kan zorgen. Nou, dan moet ik wel zeggen dat Nederland heeft een probleem. En dat is dat wij een te lage bezetting in onze gevangeniscellen hebben. Oh, is dat zo? Ja, nee, dat is zo. Want we hadden toen op een gegeven moment een keer een moment dat we zeiden van, we moeten meer cellen bouwen. Er zijn er meer cellen bijgekomen. En er zit nou niemand in. Sterker nog, we verhuren gevangenisruimte aan andere landen. Volgens mij, is het Noorwegen of Zweden. En zodat zij hun gevangenen in onze gevangenissen kunnen zetten. Mooi hè, Nederland. Zo behulpzaam. Ja. Je mag onze gevangenissen pakken, onze gamecontrollers pakken. Je mag onze vrouwen neuken. Het maakt ons niet uit, want wij zijn boeddhistisch. Nou, kijk. Onze vrouwen neuken is een kwestie van. Dat zou haar keuze moeten zijn. Als zij door een... Nee. Als die vrouw alleen maar over straat loopt met eer, dan pakken ze er al. Dat zeggen ze toch op internet? Ja. Ja, dat is, maar kijk, wat ze op internet zeggen. Ik weet niet. Dat is niet ook of zo leuk, hè? Dat is mijn dochter. Maar kijk, welke media dan ook, wat dan ook verspreidt. Ah. Met welke boodschap dan ook. Ja. Want ze hebben allemaal een boodschap. Ja. En daar moet je rekening mee houden. Absoluut. Dat is mijn dochter, hè? Mijn dochter, die was toen 9. En ik was toen al in die scheidingsoperatie. En ze werd buiten mijn zicht om door haar moeder naar de Albert Heijn gestuurd, samen met 2 vriendinnen, om nog even iets te halen. En die 3 meisjes liepen over straat en er kwam er een neger aan, hè? Een negroïde persoon, oftewel een neger. En mijn dochter was 9. Zo'n zwarte? Ja, dat was toeval, heb je? En mijn dochter liep in het midden en die neger, met een R van Richard, die pakte haar in haar kruis. En daar was ik tamelijk ontsteld over. En ik zat daarover te klagen, te litaneren. En mensen lachten me uit, hè. En die zeiden, ja, kijk, je dochter was 9 en die wordt gegrepen door een neger. En dat rijmt bijna. Dus ik moest mijn bek houden. Ja, maar als ik die kerel in mijn handen had gekregen, had ik hem vermoord, Marco. Wat denkt die lul van niet? Mijn dochter is 9, die moet even naar de Albert Heijn. En hij mag er in haar kut grijpen. Wat komen die lui hier doen? Nee, het punt is... En dan lachen om mij. Weet je wat, mij uitlachen. Peggy, het is je dochter maar. Het is je dochter maar. En ze was 9 en gepakt door een 9. Nou weet je precies wie je aan moet pakken, want het ligt niet aan die neger. Die heeft natuurlijk wel een bepaald gedrag wat je niet zou moeten kunnen tolereren. Maar het ligt aan die mensen eromheen die dat tolereren. Absoluut. En ik
wist ook nog, hè, van een van de beheerders van dat officierscafé waar wij samen vaak komen. Die zei dus tegen mij van hoe zag hij eruit? En zij was buurtmedewerker in die buurt waar ik woonde. En toen zei tegen mij, nou, volgens mij weet ik waar die woont. Dus ik vertelde dat tegen de politie. En de politie zei tegen mij, shh. Nou. En die man zijn... loopt hier nog steeds in de rondte. En mijn dochter moest wel dan... laat me even het drama uitvertellen. Mijn dochter moest wel naar Nijmegen toe. En die mocht dan helemaal vertellen hoe ze precies in haar kut gegrepen was. Dan had je dan je benen uit elkaar of had je wel de goede kleding aan. En, Ja, nou en? Ben jij wel eens voor een verhoor geweest? Nou, niet omdat ik in mijn kut gegrepen was. Nee, dat is waar. En mijn dochter was in de kut gegrepen, dus die moest voor verhoor. Maar ik ben wel eens verhoord omdat er iemand vermoord was. En op de een of andere manier was het zo dicht bij mij, hè, net zoals recentelijk weer, dat er ook twee moorden vlakbij huis gebeurd waren. Dan moet ik wel even zeggen dat ik daar verder niks mee te maken heb, hoor. Dus, en dat ik waarschijnlijk voor die moorden ook niet word verhoord, want ik heb niks gezien, ik heb niks gehoord. Ik heb daar misschien hooguit theorieën over, maar... ik moet trouwens zeggen, theorie is een verkeerd woord, speculaties over. Maar speculaties is geen waarheid, dus nee, dat gebeurt verder niet. Maar goed, om terug te komen op het punt waar ik eigenlijk naartoe wilde. Je komt wel eens dingen tegen waar je het niet mee eens bent in het leven. En het enige is van... ga je daar een probleem van maken? Gaat dat jou verder jouw leven beïnvloeden? Hè? De eerstvolgende. Ik kan me natuurlijk achteraf altijd zeggen van... Ik had dit moeten doen of ik had dat moeten doen. De eerstvolgende die mijn dochter in haar kruis pakt... of mijn gamecontroller afpakt... die gaat toch echt een probleem krijgen? Dat kan toch helemaal niet? Wat denken die mensen wel niet? Kan het niet? Dat kan helemaal niet, man. Je bent vergeten... Kijk. Ja, maar dat is een punt. Dat was ook zo leuk. Nee, ik snap precies wat je bedoelt. En ik snap ook precies waarom je boos bent. Ja. Maar met zeggen van de volgende die gaat dood... dat is geen oplossing. Het lijkt mij van wel, want dan zijn we van die lui af. En zijn hele familie ook, trouwens. Ja, en dan zijn we ook meteen van jou af. Want dan hoef jij daar nooit meer te komen. Heb je zelf een gevangenisstraf aan je broek. En wat heb je daaraan? Snap je wat ik bedoel? Ja. En denk toch aan jezelf, weet je wel. Dit is emotie tegen reden, weet je wel? Dat is het hele punt. Kijk, vroeger op de lagere school werd ik getreiterd in de klas. Want ik had een dikke bril en ik was een spichtig iemand. En dachten ze allemaal, oh, die pakken we wel. En dan afzeiken jongen en die meisjes ook lachen. En dan zei ik tegen die jongens, oké, om 3:00 is de school uit. Om 3:15 is het personeel weg. En tegen 3:30 gaan we mappen. Oké, nee, maar... Dat heb ik gedaan vanaf mijn 8e of zo. Ja, nee, maar goed... Maar had ik dat over me heen moeten laten komen? Nee. Maar het volgende, want ik heb dan ook zo'n verhaal uit mijn schooltijd. Toen ik op de lagere school zat... op weg naar school woonde een familie... Dat vertelde jij, en die werd asociaal genoemd. Ja. Maar die waren eigenlijk eigenaar van de grond waar wij door, over naar school liepen. Iedereen in het dorp was bang voor die mensen. Echt, ze waren echt bang voor die mensen. Dus op een gegeven moment loop ik van school naar huis. En er staat een van hun kinderen op een plekje wat ze uitgekozen hadden. Dat was zo'n soort podiumpje, zeg maar. Daar stond hij. Dat is een jochie van. Nou, die was toen 2 jaar jonger dan ik. Dus die moest ik makkelijk kunnen hebben.
En die hield mij tegen. Dat had hij niet moeten doen. Want ik kijk hem aan, ik praat met hem en op een gegeven moment geef ik hem een knietje en ik zet het op een rennen. En dan denk je van, oh, je zet het op een rennen, ah, wat laf. Ja, ik zet het op een rennen omdat ik wist dat de hele familie achter me aan zou komen. Tenminste, alle blagen van die familie. Ja. Want die zaten achter een ander ophoogentje te wachten. Hè, en dan zouden ze hem wel pakken. In dit geval mij. Alleen ik liep iets harder dan zij. En ik viel niet op mijn bek. Dat is, moet ik dan ook nog zeggen. Dus ze kregen me niet. Maar de volgende dag moest ik weer naar school. Dus moest ik weer over dat terrein heen. Ja. Ik had daar toch wel even moeite mee. Maar goed, ik doe het. Niks aan de hand. Niemand te zien. En ik kom op school. Ik loop het schoolplein op. En ik krijg applaus. Aha. Ik denk van, ja. Maar wat heb ik gedaan om applaus te krijgen? Nou. Dat vroeg ik dus aan een leraar. Ik zeg van, ja, wat heb ik nou gedaan? Ik bedoel, eigenlijk was het best wel een loveback, weet je wel. Want ik heb gewoon één klap gegeven en ben weggerend. En toen zei die leraar het volgende. Maar weet je wat jij gedaan hebt voor de mensen die na jou kwamen? Aha. Voor die kinderen die anders zouden zijn opgehouden, tegengehouden. Die bang zouden zijn geworden, die... Ja? Maar je hebt wel een knietje gegeven. Ik heb wel een knietje gegeven. En in die zin kan geweld soms dingen oplossen. Toch wel. Ik zeg niet dat je ten koste van alles geweld moet vermijden. Maar ik zeg wel van, nou ja, als we blagen willen spelen, kom op hier, heb je game controller, weet je wel. Ik bedoel, kom op. Ja. Daar ga ik niet kinderachtig over doen. Nee. En bedoel, dat moet je dan maar accepteren, weet je wel. Bedoel, en uiteindelijk lopen ze vanzelf wel een keertje met hun neus tegen de muur aan. Met hun gedrag. Ik bedoel, dat moet je dan ook maar accepteren. Ja, je moet... Het punt dat we het er nu al over hebben, is eigenlijk... al te veel. Waarom? Daarmee geef je ze al veel te veel credits. Je moet het gewoon negeren. Negeren? Ja, nou ja, als je dat zou willen noemen, dan is het ook goed. Dat negeer ik dan weer even. Ja, precies, ja. Hey, hartstikke mooi, Marco. De goede audio is erg goed. Ik ga even afsluiten en jij blijft hangen. Vind je dat goed? Als ik, nou, ik hang nog steeds niet. Mooi zo, dan ga ik hem even afsluiten. Ja. Dit was de nieuwsuitzending nummer 186 over het fenomeen Mario Kart. En Mario Karten is best moeilijk, want je moet vooral op de weg blijven. En de weg is niet al te breed. In Mario Kart is het iets makkelijker. Als je dan omhoog gaat, dan val je vanzelf weer omlaag. Mag ik er even tussendoor? Ja, natuurlijk. Ja. Een punt was, hè, toen ze begonnen te eikelen, is dat ik alleen maar gasten. Ik was alleen maar aan het gassen. En hij probeerde me eigenlijk te vertellen dat ik ook moest remmen. Het was ook zoiets van, nee, ik blijf gewoon lekker gassen. Of niet, weet je wel. Nou, dan maar niet. Dat doen jullie, maar als je het bijt weet. Ja. Maar feitelijk maakt het niet uit hoor. Ik heb race-spelletjes gespeeld. En het duurt langer omdat... refereer ik een beetje aan Max Verstappen. Max Verstappen die remt ook niet zo vaak. Aha. En die is ook meer van het gassen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dan vlieg je wel wat vaker uit de bocht. Ja. Tenzij je natuurlijk daar steeds meer oefening in krijgt. En dan win je alles. Ja. En dan win je alles, want dan hoef je nooit meer te remmen. Ja. Maar dat wou ik dan nog even gezegd hebben. Goed zo.
Hey, lieve luisteraars, dit was het onderwerp Mario Karten, samen met professor Dr. Marco Robinson. En ik ben ontzettend dankbaar dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En Marco heeft nog bier en ik niet. Maar desondanks zeg ik op zijn hamburgers... Daarom ben jij uitgeluld en ik niet. Ja, zeg ik op zijn hamburgers... Tjus. En dag, lievers.